Een aantal mensen zijn samengekomen om te bedenken wat willen we met de actie, wat willen we bereiken, hoe willen we het vormgeven. Wij kunnen dus in ieder geval onze mobilisatiekanalen gebruiken om zoveel mogelijk mensen daarheen te krijgen. Wij kunnen de weken daarna gewoon doorgaan met flyeren en posteren en acties organiseren tegen ACTA. Net zolang tot die wet getackeld wordt, net als met SOPA. Op die manier zet je een target en boek je ook resultaten als die getackeld wordt. Dus ik denk dat wij ook zoiets moeten gaan doen. Gewoon focussen op zo'n ACTA-wet en net zolang actie voeren totdat daar duidelijkheid over bestaat en totdat iedereen weet wat het is. Omdat er nu een aantal keer verschillende berichten naar buiten zijn gegaan, komt niet zo goed over en is verwarrend. Dus dan kan je beter één groepje die dan met z'n allen zegt, oké, dit moet nu online. Dit is het stukje tekst, zet deze foto erbij. Ja. Maar er moet één klein groepje zijn van dit gaan we nu naar buiten doen naar aanleiding van die vergadering die hier. Dan is dit de plek om een beetje ook wel met wat diepgang te praten over wat zijn de thema's, wat is een goede strategie. Maar moet dan wel gemeld worden dat iedereen het weet. Als er een groot bezwaar is, kan iemand het even noemen. En vervolgens kan het online, denk ik. Ja. Is het hier binnen niet kouder dan buiten? Ja, dat lijkt ook zo, hè. Ja, en buiten is de zon. Zullen we gewoon zolang je in de zon staat, is het nog wel te doen. Ja. Het mooiste zou zijn als je ook landelijk mensen op een gegeven moment in andere steden die krijgt, die zeggen van, oh, wij willen wel meedoen op een bepaalde datum, kunnen we dat landen. Maar dus in ieder geval een oproep van, als je met de actie bezig bent, als je een idee hebt, laat het alsjeblieft weten, kom zelf of stuur iemand anders naar de AAA, zodat we met elkaar kunnen afstemmen. Ja. Ik wil gewoon ervoor zorgen dat jouw idee bij mensen terechtkomt. Iemand me vertellen waarom ACTA zo belangrijk is. In drie woorden. Ja. Staat zuur op het water. Als je informatie met elkaar deelt, ben je strafbaar. Terwijl je niet dingen van mensen vertelt. Dat kan niet in drie woorden, maar ik kan zonder tussenkomst van rechter kunnen zijn. Maar dat gebeurt de hele tijd toch? Stel je gooit iets op internet. Een YouTube-filmpje waar toevallig een reclame van CNA door het beeld heeft geklikt. Dat het hele filmpje geblokt kan worden, omdat er reclame van CNA door is. Ja, en dat ze niet eens, ze hoeven niet eens een rechtszaak erover te hebben. Dat is wel een beetje bizar. Ze kunnen gewoon even doorgeven van dit moet geblokt worden. En het wordt geblokt. Er gaat verder geen rechtszaak of weet ik van erover. Er wordt niet meer naar gekeken van is dit terecht of niet. Nee, het wordt gewoon geblokt, punt. Ja, daarom is het zo belangrijk om andere manieren te verzinnen, zoals we hier ook doen. Zonder zo afhankelijk te worden van internet, van Facebook en zonder dat dat het enige is waar we... Natuurlijk moet dat het enige zijn, maar het probleem is dat straks het hele internet gecensureerd wordt. Ondertussen zijn alle massamedia in handen van Murdoch's en andere gasten. Dus hoe bereik je dan op mensen en hoe kan je van bovenaf dan controle houden op wat voor informatie er naar buiten komt? Wij moeten heel erg in het verweer gaan tegen die beperking op het internet. Wat nu al gebeurt, een X4All die kan straks gewoon een bericht krijgen van dat moet dicht, dat moet dicht, dat moet dicht. Ja, X4All heeft dat zelfs al gehad. Heeft het al gehad met Pirate Bay, maar dit gaat dus veel verder, want het is inderdaad alleen straks van zijn. Het gaat dus ook straks over politieke dissidenten, over mensen die een ander geluid willen laten horen over de samenleving. Het gaat niet alleen om copyright, het gaat veel verder dan dat. De methodes worden neergelegd om iedere vorm van informatie, binding en deling, die niet binnen het gestelde kader past, direct af te sluiten. Daar gaat het om.